Lang geleden woonde er een flink eind buiten Nijmegen een meisje. Een prachtige jonge vrouw, Marieke. En ze woonde bij haar oom, een vrome priester. Op een dag nu ging Marieke naar de stad Nijmegen om boodschappen te doen zoals ze wel vaker deed. Mocht het laat worden, dan kon ze overnachten bij haar tante. Maar haar tante was die dag in een slechte bui en daar had Marieke jong en levenslustig geen zin in. Dus tegen het vallen van de avond ging ze toch de poort uit. De lange, lange weg naar huis. Maar al snel kreeg ze spijt. Angst kroop in haar hart. Help! Of het God is of de duivel, het maakt me niet uit, maar help! Ze had het nog niet gezegd. Of uit het duister kwam een jonge man aangelopen. Lang, smal gezicht, scherpe neus, zwart krullend haar, klein dun sikkie. En zijn stem, mevrouw, zijn stem, zoet, zoeter dan de zoetste kers uit de Betuwe. Marieke vergat Nijmegen, Marieke vergat haar oom, vergat haar tante. En Marieke ging mee met deze mooie jongen. En hij nam haar mee naar feesten. Ze feesten zoals ze nog nooit had gefeest, zei hij die altijd eenvoudig had geleefd. Ze kwam in steden waar ze nog nooit was geweest. Hij nam haar mee naar Den Bosch, Antwerpen. Och, 7 jaar lang leefden en feesten Marieke. En maar heel af en toe dacht ze aan haar oom. Verlangde ze naar de eenvoud die ze ooit had gekend en dan bad ze tot Maria. Na 7 jaar kwamen ze terug in Nijmegen. En bij toeval zag haar oom haar, Marieke. Maar de duivel liet haar niet gaan. Hij stampte op de grond en werd wie die was, de duivel. En hij trok Marieke omhoog en smeet haar terug naar de aarde. Maar ze viel niet te pletter. Ze genas. Haar lijf. Maar ze genas niet van haar zonde. Geen priester kon haar vergeven. Ze reisde naar Keulen. En onderweg sliep ze op het eenvoudigste stro. Ze at het eenvoudigste brood. En het smaakte zoals het nog nooit had gesmaakt. Maar ook de bisschop van Keulen kon haar niet vergeven. En ze ging naar de paus bij Rome. En ook die kon haar geen vergiffenis schenken. 3 ringen zul je dragen. En ze zullen pas afvallen als de Heer jou vergeeft. En zo was Marieke opnieuw geketend met een ring rond haar hals en een ring rond haar armen. En ze trok in een klooster in Maastricht en daar sleet ze haar jaren. Tot op een nacht een engel kwam en haar bevrijdde van haar laatste ketenen. En de smaak van vergiffenis smaakte zoeter dan de zoetste kers van de Betuwe voor Marieke van Nijmegen.